Onder grote belangstelling is Carlijn Swingelt zaterdagmiddag gehuldigd in haar woonplaats Handel. De kerstverse wereldkampioen tijdrijden op de wielrenfiets werd onthaald door honderden dorpsgenoten. Van tevoren mochten we nog even met haar spreken. Carlijn Swingelt, op de eerste plaats proficiat met het wereldkampioenschap tijdrijden voor dames junior, om het helemaal te zeggen. Hoe was het? Ja, het was echt super vet. Hele ervaring weer rijk, we kwamen daaraan. En het was natuurlijk super warm in eerste instantie en heel benauwd. Nou, we hebben al getraind in klimaatkamers en ik denk dat dat wel veel geholpen heeft. Lekker gefietst daar en de tijd dat ging echt super. En dan kom je naar huis met een wereldtitel. Toen je over de finish kwam, wist je toen al dat je de snelste tijd had? Kon je dat meteen zien? Ja, je zag wel boven het bord, zeg maar. En ik zag net voorbij komen dat ik de eerste in ieder geval de nieuwste snelste tijd had. Maar ik wist wel dat er nog 3 rensters na me moesten komen. Dus het was wel eventjes nog even afwachten. Alleen ja, in eerste instantie lig je op de grond omdat je het zo vermoeid bent en van de warmte. Ja, het was alweer eentje binnen en toen wist ik zeker dat ik het podium had. Dus ja, toen ging ik naar de hot seat en ja, dan zie je dat je wint. Ja, ik heb het eerste filmpje na het eerste interview gezien. Het was het eerste interview en emotioneel was het, hè? Ik kan het niet geloven. Als je nog nooit een Nederlandse titel hebt gepakt en je doet het dan op zo'n moment, lukt het wel. Dan is het echt speciaal. Ja, want je bent al een tijdje bezig. Vorig jaar ben je sportvrouw van het jaar geworden in Gemert Bakel. Dat was een tweede plaats bij het Europese, geloof ik, dat de titel was. Nee, ik was tweede op het Nederlands kampioenschappen en 3 keer derde. En ik ben al heel vaak net ernaast. Maar nu gaat het gewoon lekker op de eerste plek op de belangrijkste wedstrijd. Dus, Ook de belangrijkste is het inderdaad. Wat is de toekomst voor jou? Want ja, je sluit nu ook het juniorenschap af. Hè? Want volgend jaar moet je bij de senior of bij de dames gaan rijden. Er zijn al ploegen die je gevraagd hebben. Je gaat de keuze maken in deze dagen? Ja, ik denk dat ik mijn juniorseizoen niet beter had kunnen afsluiten. Ja. Ik heb echt een superseizoen gedraaid en dan zo eindigen. Had ik niet anders echt niet beter kunnen dromen. Ja, ik heb nou in ieder geval een aantal ploegen hebben mij gecontact en even langzamerhand dadelijk gaan bekijken wat de opties zijn en wat de beste optie is om lekker door te groeien. Ja, want de dames wielrennen op het ogenblik in Nederland gaat goed, hè? Ze staan met 7 of 8 man aan de start bij het WK nou, constant voorin. Dat wordt jouw concurrentie. Je hebt in het interview gezegd van nou, ik pak ze. Het volgend jaar al meteen? Nee, en ik heb het ook een beetje als grap bedoeld. Maar die meiden waar ik mee heb getraind, ik heb met ze getraind en ze zijn echt supersterk. Dus ik heb nog heel veel stappen te gaan om daadwerkelijk zo goed te worden. Maar ik ga ervoor om beter te worden als hen. De eerste stap is in ieder geval gezet. Het seizoen zit er bijna op. Ga je ook nog veld rijden? Want dat deed je in het verleden wel. Ja, ik ga nou eerst even lekker rust pakken. En als ik weer zin heb, als ik weer... Pak ik lekker mijn veldfiets en dan ga ik eerst even wat trainen. En als ik dan denk dat ik er klaar voor ben, dan ga ik nog een aantal wedstrijden rijden in het veld. En volgend jaar naar de senioren? Jazeker, daar kunnen ze me weer terugvinden. Vandaag de huldiging. Nou, ik kan alleen maar zeggen, geniet ervan. Dankjewel, dat komt goed, denk ik. De Hanse bevolking wacht daarop bij het ouderlijk huis aan de rector van Laarschotstraat. De varen in Sicilia bracht in de serenade met de nieuwe jassen aan. En Mark Verleuken van de Tourclub sprak lovende woorden. En wethouder Jan Bevers feliciteerde Swingelt namens het gemeentebestuur van Gemert Bakel. En naast de gebruikelijke doos van bloemen en een grote chocolade plaquette kreeg Carlijn ook nog het gemeentelijk compliment uitgereikt. Een applaus voor mijn vriendin. Daarmee wil ik mijn speech afronden. Carlijn, ik wil jou heel veel succes verder wensen, ook met je familie samen, geniet ervan. Na alle felicitaties vertrok een grote oranje Amerikaanse truck vanaf het ouderlijk huis het dorp in. Gevolgd door tientallen fietsers van Tourclub Uden en Tourclub Handel. Bij beide verenigingen rijdswinkels. De kampioene zelf zat in een rode cabriolet, bestuurd door haar vader William. Ook enkele kinderen reden met versierde fietsen mee in een ereronde door Handel. Ja, echt.
Bij de bron werd even gestopt en daar mocht Carlijn nog even plaatsnemen op de net geopende sociale sofa. Komende maandag is het weer gewoon school in Tilburg waar ze een hbo-studie commerciële economie volgt. Maar eerst feesten, aldus een vermoeide, maar intens gelukkige zwinkels.